Oh, is die lelijk. Oh. Wat is dit nou weer? Wat een scheidszooi. Helemaal leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Star Stable Let's Play. En vandaag hebben we nieuwe knollen, magische knollen. Waar ga ik heen? Want ik moet volgens mij met de trailer voor het Pinta en rijden. Ja, daar ben ik natuurlijk veel te lui voor. Dus ik ga even lekker met de trailer naar Fort Pinta, naar het... tegenwoordig is daar dus het regenboogfestival. En ik zeg je eerlijk, er is echt helemaal geen fuck te doen met dat festival. Maar ook gewoon echt helemaal niks. Mijn haar helemaal ontploft. Er zijn niet eens races. Dus we kunnen letterlijk niks doen, behalve dingen kopen. En daarbij zijn er dus vandaag ook nieuwe paarden gekomen die we kunnen kopen. Heel leuk. Er was iets van een nieuwe set. Weet ik veel, ik weet alleen echt niet waar. Een nieuwe regenboog, misschien op het strand waarschijnlijk. Ik moet dit ook nog gaan leegkopen, maar dat komt wel goed. Dat doe ik later. Voor nu hebben we nieuwe paarden. Wolkenpaarden, weet ik veel wat het ook is. Kijk, het is die en deze. Dit is Bronte of zoiets. Whatever the fuck. Ik vind deze magische best wel lijp eigenlijk, zeg je eerlijk. Maar ik vind dit echt zo lelijk. En dan vooral die manen. Oh, dat is echt stom. Kijk, het is gemaakt op de KWPN en dat vind ik heel leuk. Maar, en die bless vind ik ook super raar. En het feit dat hij van die korte manen heeft, vind ik echt vreselijk. Ik weet eigenlijk niet of deze dat ook heeft. Ik hoop het niet. Hey! Kijk eens wie daar is. Jessie en Jessie. Ik ga nou ook gewoon een foto maken. Ja, kut. Nu ziet zij dat als zij deze video ziet dan. Wacht. Je kan echt hele lelijke foto's maken. Wacht. Hoe doe ik dat? Damn, girl. Wat gebeurt er ook achter mij? Wat gebeurt er? Zo. Holy shit. Oké, we hebben al die nieuwe paarden ook. Ze gaan helemaal elke keer veranderen, zie je het? Oké, en deze heet Serenus of zo, whatever. Deze heeft knotten. Dat kan je niet veranderen, maar dat is op zich beter als het Fjorde ding. Nou, menig mens kent mij wel en die weet natuurlijk dat ik deze absoluut ga kopen. Ook is het een magisch paard. Ik doe het absoluut niet voor deze vacht. Hij is wel oké. Hij is heel raar. Hij heeft vleugels, dat vind ik wel schattig. Maar dit is natuurlijk geweldig. Deze is hartstikke mooi. Zal ik dan wel even mijn tuig afdoen? Deze moet even af. Ik ben even benieuwd hoe Jessie het paard heeft genoemd trouwens. Kijk, Jessie met de Y heeft natuurlijk de allebei al gekocht. Thunderprice. En zij heeft Cloudy. Oh, dat is een leuke naam. Ja, dat is een leuke naam. Laten we zeggen, het is een jonge hengst. Hoe gaat hij noemen? Even zoeken hoor. Nou, ik noem hem Aircatcher. Ik weet niet waarom. Ja, omdat hij kan vliegen, want hij heeft vleugels en gaat lekker in de air of zo. Weet ik veel, whatever. Koop een paard. Hengst, jong. Oh, kapot duur. 950 starcoins. Waarom is dit in beeld? Waar heb ik op geklikt dat het in beeld is? Fuck, ik weet het niet. Wat is het? Straks stop ik de opname. Oh, F11. Oké. Meteen rijden. Oh, wat is die lelijk. Oh. Help. Wat is die lelijk. Oh mijn god. Alsjeblieft, heel gauw terug. Oké, dit is beter. Ja. Hij is wel heel mooi. In deze vacht dan, hè. Even nog een keer kijken. Ja. Wat heb ik nou weer gekocht? Oh. Oh. Excuses, daar ging even niet goed. Ik klikte op de Windows-knop. Dat was niet de bedoeling. Oké. Nou, Aircloud. Aircatcher. Ik vergeet nu al zijn naam. Het is toch afschuwelijk. Het is een hij. Oké, dat had ik wel goed. Waarom maakt dit dingen kippengeluiden? Wat is dit, Star Stable, alsjeblieft zeg. Een beetje een gek paard. Maar ik heb dat eigenlijk altijd. Een beetje weird vibes bij magische paarden. Maar goed, nee, ik wil geen foto, ga weg. Ik heb al een foto van jou. Ik zeg je eerlijk, het ziet er wel cool uit met die vleugels. Verder vind ik de kleur van het paard echt vreselijk. Deze moet even weg, oké. Ik vind dit echt geweldig.
vind dit. Ik heb lang niet meer op een KWPN gezeten, voor mijn gevoel. Maar goed, dit is wel leuk. Hij lijkt een beetje dik. Ik weet niet of dat aan mij ligt. Of dat het komt omdat ik op dat ene paard reed net. Die heel dun is, juist. Die American Saddlebred. Is dat zo? Is dat die? Ik weet het niet eens. Nieuw. Ja, weet je, ik draag het niet. Ik vind een keer zo'n ding wel leuk. Dit wil ik wel. Deze wil ik. Ja, ik wil nog heel veel, maar ik had uitgerekend. Alles wat ik wil, dat kost zeg maar ongeveer 1250 starcoins bij elkaar. Dus dat is best wel veel. Daar kan ik zeg maar een paard van kopen. Er is... What the fuck? Er is echt helemaal niks. Wacht. Hoe laat is het? Oh, pony kampioens. Waarom altijd pony? Dat is toch vreselijk? Ah, Jessie stalkt mij. Andere Jessie. Jongens, als jullie nog even die vlog van... als jullie de vlog van zondag niet hebben gezien... Koekeloer even, want Jessie en Miko kwamen op bezoek bij mij. En eigenlijk bij Peppy. En ik was er toevallig ook, want ik woon daar. maar dat was superleuk. Hele grappige, leuke vlog. Dus check hem even, want ik doe ook niet heel vaak vlogs. Maar heel veel mensen vroegen dus naar of ik een keer weer wat wil opnemen met Peppy en... Nou, ik had het een beetje een verrassing gehouden, want ik wist dat deze video eraan zou komen. Dus bij deze. Koekeloer die even, als je hem nog niet hebt gezien. Waarom sta ik op dit? Oh! Ah, ik dacht dat ik skills had. Oh ja, deze hervalt. Blijkbaar heb ik wel skills. Ik dacht, nee, nou kan iedereen het. Nee, die zit gewoon vast, joh. Wacht. Ik ga eruit lachen. Kan ik dat doen? Aanklikken. Doen. Kan ik... Juist. Oké, ik weet mijn god niet wat ik moet doen. Ja, wat ga ik doen? Ik weet het niet. Ik ga even de paardentaxi bellen. Dat is sowieso slim. iemand zei ook al, succes met content opnemen, want deze is echt tering saai. Kijk, het is hartstikke leuk om een paard te kopen, weet je wel. Maar dat gebeurt de laatste tijd ook zo ontzettend vaak. En ja, je bent daar in principe ook binnen 20 minuten klaar mee. Of ja, 20, wat zeg ik? 2. Dus... ja, dat is zeg maar best wel stom. Heel mooi paard zo. Ik hou van deze kleur, van wat hij nu heeft. Ja, en dat magische krijg je er gratis bij. Dat is ook prima. Ja, weet je, uit ellende gaan we maar gewoon weer de ponyjam doen. Want er is ook verder niks. Heb ik nog uitgetrainde ponies? Ik denk het niet. Ik heb honger trouwens, jezus. Nee, dat is het. Ik moet gaan jumpen op Franzy, denk ik. Of... Ik pak even een andere, dat kan ook. Waarom verandert die? Die hele... Wacht, ik wil op een... Nee, ik dacht dat die level 15 was. Wacht. Even koekeloeren. Ik zie hem niet, welke ik wil. Hallo? Mijn paarden zijn weg, die ik wil. Ook niet, hallo? Huh? Kan ik op Gotland? Ja, dit is ook een pony, dus... Dan doe ik die even weg. Ga ik lekker op de Gotland. Oh ja, is het hier. Superstar. Ja, weet je waarom niet? Hallo? Hallo? Ik zit vast. Ik word gewoon aan de kant geduwd door mijn eigen hek die ik open doe. Kan die dit op? Nee, natuurlijk niet. Weet je? Het is Star Stable. Wat denk je nou? Achterlijk mens. Afschuwelijk dit. Ja, moet ik dan... Oh, nou is mijn hele ding weg. Het ziet er toch ook niet uit, hè jongens? Het ziet er niet uit. Dit ook niet. Dit zit heel vreselijk. Wacht eens even. Hier kan ik me helemaal niet naar buiten vertonen mee. Geef mij een dekje die wel een beetje past, alsjeblieft. Dit past allemaal niet op de Gotland. Weet je hoe stupid? What the fuck? Iets in deze richting dan. Dit ziet er niet uit. Verkeerde kleur. Blauw. Farfax. Ja, het is allemaal helemaal kut. Maat, dit is toch vreselijk. Hoe moet ik hier nou mee? Het past allemaal niet. Het is afschuwelijk. Ik kan er niks mee. Helemaal niks. Die past ook niet. Nou joh. Het past er ook allemaal niet bij. Dat is nog het ergste. Nou, dan voor de sake of it laten we deze maar op. Die past nog het beste. Stuit 26, ja oké. Okay. Nou, dan pakken we random even die Godland. Dan gaan we even die ponychamp doen uit ellende. Ik moet trouwens opschieten, want hij begint over 4 minuten al. Ja, dat red ik wel. Ik bedoel, hoppatee.
Nou hebben we echt al heel lang, heel vaak de ponychap gedaan in de... Kijk, normaal zeg ik altijd, ik doe hem nooit. Maar uit ellende, door die korte updates, moet ik wel. Om een beetje een video ervan te maken. Ja, het is echt best wel triest. Maar ja, bedenkbaar is wat. In een spel waar iedereen alles al gedaan heeft. En waar, je wat, waar alles ook niet zomaar kan, weet je wel. Ja, ik kan wel ineens een shopping spree houden. En al mijn 10.000 starcoins uitgeven. Maar daar heb ik en mijn bankrekening eerlijk gezegd niet heel veel trek aan. Het kan, maar dat zijn dingen, ja, dat kan niet zomaar, zeg maar. Dat is een beetje jammer. Tenzij ik een keer de loterij win, dan ga ik 100.000 starcoins kopen. Maar verder... Oké, nou, we zijn er in ieder geval. Maar ja, aangezien we dus vaker niks te doen hebben, doen we uit ellende vaker dus de ponytje. Maar misschien ook wel goed, want dan kunnen we een beetje oefenen. Normaal gesproken doe ik hem eigenlijk ook bijna nooit. Dus ja, maar we moeten nog even wachten. Nou joh, we gaan weer beginnen. Weet je, misschien word ik ooit nog goed in deze champ. Omdat ik dit gewoon letterlijk zo vaak doe nu. Dat is echt triest eigenlijk. Oké, nou, anyways. Dit keer met de Godlob Pony heb ik het trouwens ook al lang niet gedaan. Maar goed, whatever. Ik weet helemaal niet, er is niet eens echt volgens mij een hele snelle pony of zo. Het is gewoon... Ponies zijn eigenlijk helemaal ook niet meer trager dan eerst. Het was eerst de... Oh! Ja, nee, dit gaat helemaal fout. Direct. Wat een kutdag. Wat een kutupdate. Het is toch vreselijk, jongens. Weet je wat ook vreselijk is? Dat ik nog steeds op zoek ben naar een... weet dat? Een jurk voor aanstaande fucking zaterdag. Want ik heb een bruiloft. Ik heb nog steeds niks gevonden. Het is toch afschuwelijk. Ja, misschien ga ik gewoon iets aan doen wat ik al heb of zo. Weet ik veel. Ja, het is helemaal triest. Ik kan helemaal niks vinden. In ieder geval, ik vind gewoon niks mooi. Maar ja, ik weet ook niet of dingen mij staan. Want ja, weet je. Wat is dit nou weer? Wat een scheidzooi. Echt, ik wil niet meer. Wat een kut game. Ik ga ook gewoon waarschijnlijk deze hele week dit spel niet meer aanraken. Want eerst, ik heb deze week überhaupt helemaal niet echt gespeeld. Af en toe sta ik een keer AFK voor de XP, voor de paarden XP. Maar ik ben helemaal niet aan het spelen eigenlijk. Kut. Oh shit, dat ging net goed. Nee, maar... Ja, ik ben eigenlijk helemaal niet aan het spelen. Omdat het gewoon dit evenement stelt echt helemaal niks voor. En ik zei eerst dat ik... weet dat? Dat oude leuker... Of, ik ben blij dat het oude zeg maar weg is. Dit Cloud Kingdom. Maar ik ben ook wel blij dat, dat er... Godverdomme. Minder te doen is. Maar ik vind wel dat het heel weinig is, eerlijk gezegd. Dus ja, ik weet het niet. Het is niet top. Ik had wel wat races gewild. Dat is eigenlijk het enige. Maar zelfs nu hebben ze dat niet toegevoegd. En ik dacht eigenlijk dat ze dat oprecht nu wel zouden doen. Maar helaas. Nou jongens, ik laat het hierbij. Ik kan er ook niet zoveel aan doen dat de update zo kort is. En zo weinig. Ja, ik heb een paard gekocht. Maar goed, laat even weten in de reacties wat jullie van de paarden vinden. En deze update en het hele... gebeuren, wat eigenlijk, ja, er is eigenlijk helemaal niks bij het Regenboogfestival. Laat even weten in de reacties, doe even een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie aanstaande zondag weer bij een nieuwe video. Dus tot dan, toedeloe!